Het commissariaat Paramaribo Zuidwest is momenteel bezig met ophaalwerkzaamheden. Het gaat in deze om het ophalen van de goten en trensen binnen het bestuursgebied. Met vallen en opstaan mag ik niet ontevreden zijn. In die zin dat ik toch wel eigenlijk een beetje sneller zou willen. Maar we hebben voorlopig de beschikking over een slechts één machine. En geloof me, een mabrok is er aan. Weet je, we moeten het met deze machine doen. Maar het loopt. Worden de binnenwegen hier de weg naar zee, de lozingen van de binnenwegen ook aangepakt? Het is de bedoeling om eerst de hoofdlozingen aan te pakken. Om daarna de secundaire lozingen ook een beurt te geven. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat wij ook zaterdag hebben we een aanvang gemaakt met het ophalen van een lozingen op pont buiten. En het project loopt een beetje simultaan. Er is zaterdag gewerkt, zondag gewerkt. Maar daar gaat het niet zozeer om hoofdlozingen, maar zijn lozingen die zijn blijven liggen en voor stremming zorgen. Dus we zijn op dit moment op twee fronten bezig. Zijn er degelijke obstakels die jullie tijdens... Hebben jullie degelijke obstakels ondervonden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden? Nee, niet echt. Obstakels. Wel is het zo dat er geconstateerd is dat de burgerij niet... Laat me niet generaliseren. Maar er zijn enkele mensen die het niet zo nauw nemen met bepaalde dingen. In die zin dat er grote obstakels zijn, bijvoorbeeld zoals wasmachines, misschien een ijskast, maar ook matrassen. Dus dat betekent, wanneer zo'n matras zou spoelen voor de monding van zo'n duiker, het volledig gestremd is. Dus van deze plaats uit wil ik toch een beroep doen op de mensen die dat soort dingen doen, na te laten. Want je schendt niet alleen je eigen aangezicht. Want ik neem aan dat mensen zijn van de omgeving. Maar je schendt ook dat van anderen. Toch? Met het gevolg dat eigenlijk de mensen komen klagen van wateroverlast op mijn huis, soms op mijn erf. Maar dat alles heeft te maken omdat wij zelf een beetje onverschillig zijn omgesprongen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer men dit soort werkzaamheden ziet, ze toch tegen zichzelf gaan zeggen van, kom tjentje mijn gedrag, kom tjentje. DC, worden de goten alleen tijdens de grote regentijd opgeschoond? Nee. Het is wel de bedoeling dat wanneer de kreken deze schoonmaakbeurt gehad hebben, dat wij gaan proberen om te zorgen voor continuïteit. In elk geval, in mijn periode ga ik dat proberen te doen. Het is niet makkelijk, omdat het allemaal geld kost. En de machines moeten ter beschikking zijn. Ik zei eerder al dat Zeurzwam hiermee belast is en het aantal machines dat beschikbaar is zeer beperkt is. Vandaar dat hier en daar wat stagnatie optreedt. Maar inderdaad, het zou goed zijn om dan wanneer men klaar is, dan gelijk indien nodig weer een schoonmaakbeurt te geven.